We gaan nu door naar het hoogtepunt van dit symposium. En dat is de lezing van de heer Paul Schnabel. En ik wil hem graag introduceren, maar hij geniet al zoveel bekendheid dat het eigenlijk niet nodig is. De heer Schnabel is socioloog en voormalig Eerste Kamerlid voor D66. Hij was van 1998 tot 2013 directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. En van 2013 tot 2015 kroonlid van de SER, de Sociaal-Economische Raad. De PUB heeft hem gevraagd ons mee te nemen in een lezing over de actualiteit en de toekomst van buitenplaatsen en landgoederen. De wereld is in beweging. De grote maatschappelijke opgaven hebben invloed op de buitenplaats. Paul zal in zijn lezing reflecteren op het thema van het symposium, de buitenplaats van blijvende betekenis. Na afloop van zijn lezing is er ruimte voor vragen en een evaluatie. Tijdens de lezing ziet u beelden van vorige symposia die wel fysiek bezocht konden worden. Graag uw microfoon uit tijdens de lezing. Eventuele vragen kunt u via de chatfunctie stellen. Die zullen na afloop als eerste worden beantwoord. Goed, we gaan daar nu mee beginnen. Ik geef nu het woord aan Paul Schnabel. Dankjewel Bertien voor de gastvrijheid vanmiddag hier op Gunterstein. Het is altijd weer bijzonder om een plek die je op de fiets op een zomerdag passeert en dan denkt, ach, wat is dat allemaal prachtig en mooi om daar echt te kunnen zijn en ook te weten dat het niet alleen maar heel mooi is, maar dat het ook best heel moeilijk is om zo'n gebouw, zo'n landgoed in stand te houden en ook nog zelfs een beetje warm te houden. Want dat gaf je zelf al aan, dat is een van de grote problemen natuurlijk van zo'n groot huis. Dat het gebouwd is in een tijd dat mensen toch eigenlijk met jas aan en hoeden op in huis zaten om het ook nog een beetje warm te hebben. Dat vinden wij toch niet zo prettig meer vandaag de dag. Wij willen het graag een beetje dichterbij hebben wat dat betreft, een beetje warmer hebben en een beetje makkelijker hebben. Dit is het derde symposium, dat gaat over de buitenplaatsen van blijvende betekenis. En ik vond dat wel een mooie titel eigenlijk om te hanteren, want eigenlijk gaf je dat zelf ook al aan in je verhaal. Die buitenplaatsen die zijn van blijvende betekenis en dat waren ze eigenlijk altijd al. Zo zijn ze ontstaan, zo waren ze ook bedoeld. Familiebezit, wat van generatie op generatie wordt overgedragen, waar een verbinding mee staat die veel sterker is dan simpelweg een huis bezitten. Het is een huis wat ook een verplichting met zich meebrengt, waardoor een familie zich ook verplicht voelt voor dat huis te zorgen en misschien zelfs wel heel veel dingen op te geven om het huis en alles wat daarbij hoort, het gebied, de natuur, het park, het landgoed in stand te houden. Ik denk dat dat een van de hele bijzondere elementen is van een buitenplaats, ook van een landgoed. We praten vandaag in een iets bredere zin, de buitenplaatsen, de kastelen, de landgoederen, waar Utrecht, zeker de oostelijke kant van Utrecht, vanaf de Vecht naar het oosten toe, heel rijk mee bedeeld is, om daar vandaag eens wat extra aandacht aan te geven. En als ik dat begin met de buitenplaats, ik zal straks ook nog apart iets over die landgoederen zetten, dan zie je natuurlijk eigenlijk die buitenplaatsen, zeker hier langs de Vecht, maar later ook toen er eenmaal treinen en trams waren op de Utrechtse Heuvelrug, zuidelijker, veel verder weg van de stad. En de stad was toch vooral Amsterdam. Dat waren toch wel de plekken waar rijke families de zomermaanden doorbrachten. Bedoeling was dus ook niet zozeer, dat is anders dan bij een landgoed, om een economische functie daar te vervullen, om te zorgen dat het geld opbracht. Het kostte geld. Het was een extra comfort. De stad was in de zomer warm, dus de grachten stonken. Het was er niet comfortabel meer. Bovendien, je moest daar ook vrij formeel leven. En hier kon je buiten, kon je eigenlijk genieten. Was er vrijheid. Je kon via het water kon je zo'n buitenplaats bereiken. En dat was een heel, je kunt zeggen, een heel feestelijk gebeuren eigenlijk voor de mannen was het altijd nog mogelijk om naar Amsterdam terug te gaan voor de zaken. En de rest van de familie zat hier. En dat moeten we niet onderschatten wat dat eigenlijk betekende. Want we zijn eigenlijk gewend om aan een buitenplaats te denken. Maar een van de bijzondere karaktertrekken van de Utrechtse landschap en van de Utrechtse omgeving is natuurlijk eigenlijk dat het vaak reeksen buitenplaatsen zijn. En reeksen buitenplaatsen hebben een hele eigen functie wat dat betreft. Meestal is een buitenplaats, als je naar de oppervlakte krijgt, niet zo heel erg groot. Een paar hectare, een
als het heel veel meer wordt, noemen we het al gauw een landgoed. Maar die paar hectare, als die aaneensluitend zijn met andere buitenplaatsen, dan levert dat een heel bijzonder, een heel charmant en heel gevarieerd landschap op. Maar het betekent ook dat mensen buren van elkaar worden. En dat was ook vaak de bedoeling, dat die families, bevriende landhuizen, bevriende buitenplaatsen, dat die families op die manier ook contact met elkaar hadden, met elkaar bezoek gingen. Daar ontstonden ook de vrijages, de nieuwe partners enzovoorts. Het was een wereld waarin veel meer gebeurde dan simpelweg alleen in de eigen familie buiten zitten, al bleef dat natuurlijk een hele belangrijke taak. Er zat ook vaak bij dat men zich, en dat is een aspect wat vandaag de dag weer meer aandacht krijgt, de aandacht voor bijzondere planten, voor bijzondere vruchten, bijzondere bloemen, die eigenlijk in de eigen eerste kassen, Nederland was, of Holland in die tijd was daar ook internationaal beroemd om, dat er hier heel bijzondere dingen gekweekt werden, vruchten uit de Oosterse landen, exotische planten tot ontwikkeling gebracht werden door particulieren in hun eigen omgeving. En dat had een enorme internationale uitstraling. Er werden dieren gehouden, er werden ritjes gemaakt. Allerlei aspecten van het, kun je zeggen, het leven van de rijkere mensen uit de 17e, 18e eeuw konden hier gerealiseerd worden. Dat is eigenlijk een lijn die je dus eigenlijk ziet. Hè? Dus de zomerverblijf voor rijke mensen uit de stad. Informeel en toch op stand. Dat zijn toch allerlei dingen die toen zeker een grote rol speelden wat dat betreft. Hè? Omdat het ook een vorm van huwelijksmarkt was. En als we dan in die landgoederen gaan kijken, dan zie je eigenlijk dat het bijna het omgekeerde was. Landgoederen moesten zichzelf kunnen bedruipen, moesten geld opbrengen. Hè, waren vaak groot, waren ook vrij sterk getekend door boerderijen en door laat ik zeggen, opbrengst van de grond. En het was eigenlijk eerder zo dat de rijken in de stad, en dat was vaak Utrecht, eigenlijk in de winterverblijf in de stad hadden. En eigenlijk normaal gesproken woonden op het land. Daarom zie je dat langs de Vecht, dat vooral Amsterdamse invloed is geweest. En dat in de stad Utrecht eigenlijk de grote huizen van de rijke edelen, want dat waren het dan toch vaak de rijke aristocraten, met de landgoederen te vinden zijn. En op de Utrechtse Heuvelrug vind je dan eigenlijk de 19e eeuwse variant, dat steeds meer mensen die tot geld gekomen waren, daar opnieuw buitenplaatsen gingen bouwen, soms vaak in een soort landgoedachtige setting, en op die manier daar vorm aan konden geven. Langbroeker-Wetering is weer een andere geschiedenis, want dat zijn eigenlijk weer landgoederen die dan toch, laat ik zeggen, ook weer tot buitenplaatsen verbouwd zijn. Zoals ook Gunterstein, een van de uitzonderingen aan de Vecht is, waar eigenlijk een landgoed buitenplaats is geworden en uiteindelijk weer tot een landgoed is uitgegroeid met een buitenplaats als hoofdhuis. Dat is natuurlijk allemaal wel heel leuk. Er zijn heel veel mengvormen, maar je ziet toch wel dat er in essentie nogal een verschil is tussen die buitenplaats en die landgoederen. Heeft ook gevolgen, dat wordt toch wel eens onderschat, voor het gebruik door het publiek, laat ik het zo even zeggen. We willen heel graag dat de gebieden toegankelijk zijn voor het publiek, dat mensen daar kunnen wandelen, dat mensen daar kunnen verpozen, in de betere tijden ook wat kunnen eten en drinken. Maar je moet wel realiseren, landgoederen lenen zich daar vaak beter voor dan buitenplaatsen, omdat die veel uitgestrekter zijn en het niet zozeer storend dan is voor de bewoners. De meeste buitenplaatsen zitten in een, voor de Nederlandse begrippen, groot park, maar het is een park, het is geen groot gebied waar je eindeloos kunt wandelen. Dat is maar voor heel beperkte plekken is dat mogelijk. In Utrecht heb je natuurlijk een aantal grote landgoederen. Denk aan Pijnenburg, denk aan Sandenburg, het gebied van de Treek en er zijn er nog wel een aantal. Een deel daarvan is opengesteld voor wandelaars, maar men wil toch altijd wel graag het eigen huis en het gebied daaromheen voor de familie houden. Dat is natuurlijk heel erg belangrijk dat dat ook kan. Bij de buitenplaats is dat vaak veel minder makkelijk. En is het ook minder makkelijk om van de ene buitenplaats door te wandelen naar de andere. Het zijn toch afgesloten percelen meestal. En dan krijg je een ander soort beleving daarvan, ook bij de burgers, dat het eigenlijk zo leuk is om daar langs te kunnen varen. Of langs te kunnen fietsen, of langs te kunnen wandelen en te genieten van eigenlijk de variatie die zich dan voordoet in het landschap. Omdat al die buitenplaatsen eigen geschiedenis laten zien in hun architectuur, in de aanleg van de tuinen. Er zijn natuurlijk in Nederland eigenlijk niet meer de klassieke, formele Franse tuinen uit de 17e en de 18e eeuw te vinden. Als ze er nog zijn, zijn ze opnieuw gecreëerd, zoals bij Paleis het Loo, wat een hele grote tuin is.
die heel erg bedoeld is voor, laat ik zeggen, om met grote gezelschappen doorheen te kunnen wandelen. Dat is natuurlijk bij de Engelse landschapstuinen, die bijna standaard zijn geworden, ook veel minder personele inzet vragen, is dat eigenlijk veel minder het geval. Daar kun je, dat is kwetsbaarder wat dat betreft en dat is eigenlijk minder geschikt voor grote aantallen bezoekers. Dat geldt sowieso voor veel buitenplaatsen in Nederland, dat het toch woonhuizen van families zijn geweest, of nog steeds zijn zelfs. En dat betekent toch heel vaak dat het niet zo geschikt is voor groot en grootschalig bezoek. Een van de dingen die ik doe is, ik ben ook voorzitter van het Openluchtmuseum in Arnhem. Dat is een landgoed, 28 hectare. En wij moeten 550.000 bezoekers per jaar accommoderen. Dat is ontzettend veel. Dat lukt vrij goed, omdat het hele landgoed daarop is gebouwd en ingesteld. Maar we hadden ook wel altijd een jaardag voor het tijdschrift Landleven. En dan kwamen er 30.000 mensen op één dag. Dat hebben we afgeschaft, want het was gewoon niet te doen. De slijtage, de rommel die erdoor ontstaat, de kosten die je dan moet maken om het allemaal netjes te houden, om voor alle voorzieningen te zorgen, zijn zo hoog dat dat eigenlijk niet vol te houden was. En dat is eigenlijk heel interessant om te zien, wat men vaak denkt van ja, zet het maar open zodat iedereen er naartoe kan. Maar het punt is, het moet ook blijven bestaan, zodat dat het genieten van wat daar is, de kwaliteit van wat daar is, de blijvende betekenis van wat er is, dat die ook gehandhaafd kan worden en niet opgegeven hoeft te worden. Paleis Het Loo kan op deze manier functioneren, omdat het eigenlijk een heel formele structuur is van een paleis dat helemaal museum is geworden. En een tuin die eigenlijk precies zoals in de 17e en de 18e eeuw, op zijn Versailles-achtig gebouwd is om heel veel mensen de ruimte te geven om daar te kunnen wandelen. Nou, op heel veel terreinen is dat een heel lastig iets. Je ziet het ook in de provincie Utrecht nu bij Soestdijk, hoe moeilijk het is om, laat ik zeggen, wat er op zijn eerste gezicht uitziet als een heel groot paleis, maar wie er geweest is weet dat dat eigenlijk toch wel bescheiden is wat dat betreft, om dat te combineren met een groot landschapspark, wat niet bijgehouden was, maar gelukkig weer behoorlijk in stand is gezet, om dat commercieel te exploiteren zonder afbreuk te doen aan het totaalbeeld van een prachtig, klassicistisch verbouwd huis in een Engels landschapstuin. Als je dat wilt handhaven, dan betekent het eigenlijk dat je beperkingen oplegt en op moet leggen om dit beeld in stand te kunnen houden. Ik vind een van de belangrijke dingen bij de buitenplaatsen met name is natuurlijk toch dat wat we vandaag de dag met een modieus woord diversiteit zijn gaan noemen. Eigenlijk is dat de essentie bijna van wat het zo aardig maakt. Dat ze verschillend zijn, dat ze daar verschillende geschiedenissen hebben, dat daar soms ook follies bij zijn, grapjes van eigenaren die een bepaalde hobby hadden, een bepaalde interesse hadden, soms heel erg geïnspireerd waren door de Engelse gotiek, soms heel erg door de klassicistische wereld van Italië of van het oude Rome. Daar uitdrukking aan gaven in allerlei vormen. Meegingen met de tijd in een bepaalde periode, zodat je daarin eens weet, oh ja, dit is typisch 18e eeuw, dit is typisch 19e eeuw en dit is typisch zelfs 20e eeuw. Dat zijn vormen die het aardige beeld juist zo gevarieerd en daarmee zo aantrekkelijk maken. Ook in die landschapsaspecten zie je dat. Een hele wisselende vegetatie, heel veel rijkdom aan soorten van bomen en struiken en planten. Misschien vroeger nog wel meer dan nu, omdat veel van die planten en veel van die struiken en veel van die kant van de natuur eigenlijk veel meer algemeen geworden zijn en veel meer beschikbaar zijn gekomen voor iedereen. Maar heel vaak zijn ze in Nederland gekomen dankzij het feit dat die tuinen er zijn, dat die tuinbelangstelling bij de eigenaren van die buitenplaatsen er geweest is. Er is ook weer steeds meer belangstelling voor. Je ziet naast, je zou willen zeggen, de museale waarde die ook gezien wordt vaak in die buitenplaatsen en die soms ook heel duidelijk aanwezig is, zie je ook dat de waarde van de kassen van vroeger, de slangenmuren waar de zomerfruit tegenaan kon groeien, bijzondere planten, dat soort zaken, dat die aandacht voor wat we tegenwoordig noemen de vergeten groenten, de oude appel- en perensoorten en dat soort zaken, dat die eigenlijk met die komst van, laat ik zeggen, een nieuwe belangstelling voor wat eigenlijk die buitenplaatsen waren, dat dat ook weer toeneemt en dat ook daar weer buitenplaatsen zijn die zich daar heel sterk op richten om dat opnieuw in de belangstelling te brengen en ook opnieuw te laten zien wat er op dat gebied eigenlijk allemaal mogelijk is.
En wat ook is natuurlijk, welke functies kun je nog verbinden met een buitenplaats waar je iets mee zou willen anders dan het is een woonhuis van onze familie, het is een zomerhuis van onze familie. Nou, soms zie je natuurlijk dat dat door een bijzonderheid, door een bijzondere kwaliteit, een bijzondere uitstraling, een bijzonder interieur, dat het een museale bestemming heeft gekregen. Dat zie je ook bij een aantal van de kastelen, zie je dat natuurlijk gebeuren, heel groot. Bij de Haar, bij Amerongen, waar natuurlijk ook het in eeuwenlang een opstapeling van spullen heeft plaatsgevonden, waardoor je eigenlijk kunt zien, ook als je over duurzaamheid praat, hoe zuinig de families van toen waren op hun spullen. In een tijd waarin mensen vrij goedkoop waren, waar spullen per definitie heel duur waren, werd er heel zuinig omgegaan met wat er was en het werd ook eindeloos gebruikt en hergebruikt. Maar het aantal museale functies, het aantal gebouwen wat een interieur heeft, wat inderdaad het mogelijk maakt om te zeggen, daar komen mensen alleen al voor. He, dat is de Haar, het kan een beetje Soestdijk zijn, maar het is bescheiden op dat gebied eigenlijk. Denk aan Siepenstein met zijn prachtige porseleincollecties. Huis Doren, wat bijna uit elkaar barst van al de grote Duitse meubels van de keizer Willem II. Dat zijn wel hele bijzondere plekken, zoals Amerongen dat ook is. Hè, dus een groots gebouw wat helemaal nog met een oorspronkelijk interieur te bezichtigen valt. Ook daar is het weer, het is niet geschikt voor hele grote mensenmassa's, want dan slijt het allemaal veel te veel en dan is het al heel gauw eigenlijk niet meer het aanzien waard. Of het moet zo uitgekleed worden dat het eigenlijk weer die oorspronkelijke functie van besef van zo leefden de mensen toen, zo leefden rijke mensen toen, dat dat ook weer verdwijnt. Je ziet ook nieuwe functies natuurlijk komen. Een heel mooi voorbeeld in Utrecht is nu de restauratie van Park Broekhuizen bij Leersum. Prachtige buitenplaats, een beetje in die stijl van Soestdijk, met witte gevels en klassicistische zuilen. Een prachtig park er ook omheen en nu helemaal gerestaureerd en tot een chic boutique hotel omgebouwd met een prachtig restaurant en met ontvangstruimtes en een feestzalen en zo. En het is van buiten ziet het er schitterend uit. Je kunt er wandelen, je mag er gewoon vrij naartoe. Maar als je er wat wilt doen, dan is dat natuurlijk een vrij kostbare geschiedenis. Want het is niet voor de massa, het is voor binnen de mogelijkheden die zo'n plek heeft, is dat dan toch vrij bescheiden. Er zijn ook buitenplaatsen die jeugdherberg zijn geworden, zoals Rijnauwen. Ja, dan weet je gewoon dat daar natuurlijk de buitenkant in stand blijft, maar dat het van binnen natuurlijk een hele andere functie heeft gekregen. En soms lukt het ook niet, ook weer bij Utrecht. Nieuw Amelis Weert, het Armando Museum. Het is uiteindelijk toch niet gelukt om dat in leven te houden. Zonder extra middelen, zonder extra inzet ook van een gemeente, is dat eigenlijk bijna niet te doen. Omdat het een te specialistische functie is geworden wat dat betreft. Ik denk wel dat als je kijkt van wat er op dit moment weer mogelijk is, dat er ook juist in een periode vanaf 2000 zo ongeveer, waarin er weer verschillende momenten van grote welvaart zijn gekomen, dat de belangstelling om het ook weer in stand te zetten, zo'n gebouw, zo'n huis, het ook weer te gaan bewonen, zelfs weer nieuwe huizen in die stijl te bouwen, wat hier ook langs de Vecht gebeurt, dat dat wel weer is toegenomen. En dat zegt toch wel iets over de verbinding die mensen zoeken met de geschiedenis, met het verbinding met wat het land heeft gemaakt van in de afgelopen paar honderd jaar, hoe dat gegroeid is en hoe dat ontstaan is. En als je daar nog wat verder naar gaat kijken, dan zie je natuurlijk dat dat ook meer rijkdom met zich meebrengt. Hoe meer er buitenplaatsen zijn, ook nieuwe buitenplaatsen. Toekomstige generaties zullen er alleen maar dankbaar voor zijn dat er toch weer mensen bereid zijn geweest veel geld te investeren in niet alleen een huis, maar ook in een park. Wat natuurlijk generaties nodig heeft om de allure te krijgen van de oude buitenplaatsen. Dat is een heel dankbaar iets waar latere generaties vaak eigenlijk alleen maar met heel veel plezier en heel veel dankbaarheid op terug kunnen kijken hoe vorige generaties dat voor zichzelf destijds nog hebben gedaan. En het wordt ook wel eens gedacht dat men zegt van ja, het is wel een prachtig bos, wat jammer dat ze daar een huis in hebben gezet. Bijna altijd is het natuurlijk omgekeerd geweest in Nederland. Er was eerst niks en het huis is gebouwd met de aanplant daaromheen en dat is uitgegroeid tot een groot bos. Ook hier langs de Vecht, de prachtige buitenplaatsen, waar ook vanuit het buitenland naar Nederland gekeken werd in de 18e eeuw, was toch vooral de bewondering voor die combinatie van natuur en cultuur.
De combinatie van park en huis. De combinatie ook van, je zou kunnen zeggen, liefde voor, niet alleen voor de mooie Dave-stijl, voor het mooie van een huis, maar ook de liefde voor de pracht van een parklandschap, van bloemen, van planten, al die dingen die het landschap van Nederland op zijn best tot een buitengewoon paradijsachtig landschap maakt, zoals dat ook gezien werd. De Lustwaranden, het Arcadië van Holland, al die beelden werden niet voor niks al in de 18e eeuw eigenlijk vastgelegd. Ik denk dat dat dingen zijn die ook voor latere generaties, precies zoals voor de huidige generatie en vorige generaties, heel erg belangrijk zijn om vast te houden, om te koesteren, om daar ook in te blijven investeren. Hoe moeilijk dat misschien ook is en hoeveel geld dat ook zal kosten, niet alleen aan degene die de eigenaren zijn, degene die het bewonen, maar ook van de samenleving die daar gebruik van wil maken, die daarvan wil genieten en voor een deel ook zijn identiteit aan ontleent. Het zijn de dingen die ook voor de mensen het beeld bepalen van waar ze vandaan komen, waar ze wonen, waar ze opgegroeid zijn. Dat zijn dit zijn dan vaak, net zoals kerktorens dat kunnen zijn, of grote bruggen, zijn ook buitenplaatsen, bepaalde kastelen hebben heel vaak die hele sterke identiteitsvormende functie. Van daar hoor je bij, dat is een deel van jouw leven. Ook al ben je natuurlijk niet zo gezegend dat je daar echt ooit eigenaar of zo van bent geweest. Dat hoeft dat ook helemaal niet. Dat is eigenlijk een lijn waar mensen dan toch heel erg blij mee kunnen zijn. Ik vind die combinatie van diversiteit en historiciteit een heel belangrijk element in de geschiedenis en in de toekomst ook van de buitenplaatsen en de landgoederen. En het vraagt heel veel. Het vraagt heel veel van de mensen die zich daarvoor verantwoordelijk voelen, die de eigenaars zijn, die de dragers zijn van deze gebieden. Het vraagt improvisatietalent. Het vraagt organisatietalent. Het vraagt de bereidheid om te investeren zonder dat dat een groot rendement zal opleveren. Tegendeel, het zal vaak toch zijn dat er geen rendement is, maar dat het alleen maar geld kost. Daarvoor heb je vrijwilligers vaak nodig om te kunnen, dat ik zeg, zo'n bos in stand te kunnen houden. Om een landschap te kunnen bewaren. Dat zijn er ook gelukkig. Heel veel mensen zijn bereid om een deel van hun vrije tijd erin te steken. Met vriendenkringen kun je dat doen. Soms zal er toch horeca nodig zijn. Of eigenlijk onvermijdelijk zijn om een draagvlak te creëren. En heel vaak natuurlijk toch, het is vandaag ook al aan de orde gekomen, de steun van overheden en grote stichtingen. Dat is toch allemaal heel erg belangrijk. En het is tegelijkertijd ook duidelijk hoe moeilijk dat vaak is voor dit soort zaken. De afgelopen dagen is daar bij de discussies in de Kamer over de kinderopvangtoeslagaffaire wel duidelijk geworden. Als er twee ministeries met iets te maken krijgen, dat het heel erg lastig wordt. Maar hier hebben we te maken met heel veel ministeries. Het ministerie van Onderwijs en Wetenschap en Cultuur. Het ministerie van Financiën. Het ministerie van Economische Zaken. Het ministerie van wat zich met de infrastructuur bezighoudt. Al deze ministeries hebben een insteek, zou je kunnen zeggen, hebben een betekenis voor de buitenplaatsen, kastelen en landgoederen. En al die ministeries hebben daar een andere opvatting over of een ander gevoel van verantwoordelijkheid voor. Dat is echt nog wel een van de dingen die toch ook weer opnieuw bekeken moet worden. Er wordt erg gepleit voor een nieuwe minister die zich voor de woonomgeving, de ruimtelijke ordening van Nederland bezig moet houden. Als dat komt, dan hoop je dat eigenlijk ook deze functie daar terecht zal komen. Ten slotte even nog, misschien nog iets over die duurzaamheid. Eigenlijk zijn het natuurlijk per definitie de symbolen van duurzaamheid altijd al geweest. Want men was zuinig op zijn spullen. Dat is eigenlijk het begin van duurzaamheid. Maar tegelijkertijd zijn het ook plekken waar duurzaamheid vorm kan krijgen op dit moment. De biologische landbouw, de pogingen om, wat ik zeg, kleinschaligheid van landbouw en van de veeteelt en tuinbouw te verbinden met natuurwaarden. Al deze elementen spelen hier een rol in. De omgang met het water, de omgang met, laat ik zeggen, met oude bestanden aan bomen. Al dit soort zaken waar je toch steeds meer de vraag is van, moeten we dat helemaal economisch bekijken? Of moeten we daar ook op een hele andere manier naar kijken? Naar de belevingswaarde daarvan, naar de waarde voor de cultuur, naar de waarde voor, laat ik zeggen, de manier waarop mensen zichzelf willen zien in die omgeving. Dat zijn dingen
die je natuurlijk heel vaak ziet dat buitenplaatsen en landgoederen daar een bijzondere eigen rol in spelen. In feite zou je kunnen zeggen, iedere buitenplaats is eigenlijk altijd ook een soort eigen kringloopwinkel. Hè. Er wordt niks weggegooid, er wordt altijd gekeken of je dingen weer ergens anders voor kunt gebruiken. En dat is eigenlijk een heel mooie voorbeeldfunctie die daar te zien is. En het vraagt dus ook van ons allemaal om behoedzaamheid in de omgang met de buitenplaatsen. Duurzaamheid en behoedzaamheid horen bij elkaar. Pas op dat je er geen te grote eisen stelt aan te kleine eenheden. Dat je niet denkt, het kan allemaal opengesteld worden. Iedereen kan erin, iedereen kan erbij. Het moet ook beheerd kunnen blijven en beheerst kunnen worden. Dat zijn toch hele belangrijke dingen. En ik denk dat we daar dus ook een hele aparte verantwoordelijkheid hebben als samenleving om te zeggen van sommige dingen moet je ook een beetje afblijven. Of moet je ook zeggen nee, dat kun je niet zomaar helemaal openzetten, want dan blijft het niet meer bestaan. Behoud van kwaliteit is wat natuurlijk heel belangrijk is, maar ook de kwaliteit van het behoud van die buitenplaatsen en landgoederen. Dat is eigenlijk steeds die combinatie waar je dan over eigenlijk praat, dat het niet alleen gaat om het vasthouden van wat het verleden voor moois naar ons toe is gekomen, maar dat het ook gaat om de manier waarop je daarmee weer omgaat voor de toekomst, om te zorgen dat dat allemaal goed blijft. Goed, ik denk dat we dat dit jaar natuurlijk, juist door dat met het coronavirus, heeft eigenlijk heel veel mensen, je kon daar ook heel veel over lezen en horen, weer eens beseft van hoe mooi eigenlijk ons land is. En het bijzondere van Nederland is natuurlijk dat het een land is dat voor een groot deel inderdaad, zoals dat in het buitenland dan gezegd wordt, God schiep de wereld, maar Nederlanders schiepen Nederland. Dat is natuurlijk ook zo. En ze deden het ook steeds weer opnieuw. We hebben voor een groot deel ons land zelf gemaakt zoals het nu is, zoals het was en zoals het nu is en zoals we het graag zouden willen laten worden. En dat betekent ook weer daar een bijzondere verantwoordelijkheid voor dat wat het land zo mooi heeft gemaakt. Die variatie, de rijkdom aan op kleine afstanden vaak al grote verschillen in landschap. Een provincie als Utrecht is natuurlijk bijna een schoolvoorbeeld daarvan. In het westen, het groene hart van Nederland, het polderland, de veengebieden, de plassen. En dan ineens natuurlijk een rivier met zandgronden en met parklandschap eromheen, daarachter de heuvelrug, op een hele kleine schaal, als je dat internationaal zou vergelijken, een enorme variatie aan landschap, aan natuurvormen, maar ook aan gebruik daarvan en aan de manier waarop dat, zou je kunnen zeggen, tot voor mensen aangename omgeving is gemaakt, wat natuurlijk heel erg belangrijk is. Mensen houden toch voor het dagelijks gebruik, voor de bijzonder gewone dagelijkse omgang van dingen, het meest van een landschap waar ze zichzelf in kunnen herkennen, waar ze ook het gevoel hebben dat er ook andere mensen zijn en dat het ook iets laat zien van, je zou kunnen zeggen, een gevestigde wereld waarin het veilig is. Dat kan allemaal schijn blijken te zijn, maar in heel veel gevallen is het een heel belangrijk gevoel. En de geschiedenis, zoals die zich manifesteert in de landgoederen, zoals die zich manifesteert in onze kastelen, in onze buitenplaatsen, is eigenlijk steeds weer een soort bevestiging van wie wij zijn, waar we vandaan komen, wat we willen zijn en hoe we daarmee zouden willen omgaan. Dus ik denk, in die zin zijn ze van blijvende betekenis, maar om het ook weer om te draaien, het is ook natuurlijk dat het gaat om de betekenis van het blijven. Het blijven bestaan, het blijven investeren, het blijven zorgen voor wat dat betreft een georganiseerde, een beschaafde toekomst van een land dat zich voor een belangrijk deel zelf heeft uitgevonden. Het is heel belangrijk voor onszelf, het is belangrijk voor onze kinderen, het is belangrijk voor onze toekomst. En eigenlijk dit jaar, waarin we minder naar het buitenland konden dan we eigenlijk altijd dachten dat nodig was, heeft opnieuw laten zien dat er wat dat betreft, dankzij de inzet van families, van rijke mensen, van ook gemeenten, van overheden in het verleden, ongelooflijk veel is gebleven. En dat de belangrijkste taak zal zijn om te zorgen dat daar geen afbreuk aan gedaan wordt, maar in tegendeel dat er eigenlijk alleen maar meer wordt. Dat zou het prachtigste zijn wat er zou gedaan kunnen worden als wij willen praten over de buitenplaatsen van blijvende betekenis. En ik hoop dat dat zal gebeuren en dat we daar de komende jaren met elkaar, ook als de coronacrisis voorbij is, heel hard aan kunnen werken. Dank voor uw aandacht.